Bent u van een bedrijf? Nee. Oh. Ik ben alleen. Oh. En ik doe een magneetvisser. Aan? En dat vind ik magneetvisser. Oh, oké. Okay. Nee, omdat wij al een melding hadden gedaan dat het zo groen was op de sloot. Oh ja, dat komt door de zon en algen. Ja. Oké. Okay. Het gaat met de winter wel weer weg, denk ik. Zou het? Ja, het ligt er al maanden op. Het allemaal weer af. Ja. Maar ik hoorde ook dat er al 16 dode vissen in dit gedeelte lag. Oh, dan is het zuurstoftekort. Ja. Dat is eigenlijk stroming in brengen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Gewoon even lekker die gemalen aanzetten. Ja, toch? Stroomt het lekker door. Ja. Ja. Nou ja. Oh, dus je doet allemaal magneetjes. Oh ja. Ja. Oh, je weet nooit wat je vangt. Nee, toch? Sommige mensen die verliezen hun sleutels wel eens en die zijn hartstikke blij dat ze weer terugkrijgen. Ja, nou inderdaad. Met er een kaartje aan zit. Ja. Ja. Nou, succes. Ja, merci. Oh, by the way, het filmpje komt op ikbenindehemel.nl. Het staat ook al achter op mijn rug. Oh, oké. Wordt internationaal bekeken. Oh, leuk. Ja. Mooi, hè? Zo. Vangen. Jeetje zeg. En hij staat op slot, notabene. Ja, dat is goed te geloven, die hebben ze toch gewoon niet opgezet, hè? Ja.
Ik hoorde wel van iemand, dat was dan elders, dat was in Beverwijk. Dan komen ze van Wijkerzee, hebben ze een fiets gejat. Dan rijden ze naar waar ze ongeveer wonen, kwakken in de sloot. En lopen het laatste stuk in de huis toe, want wat onder water ligt, zie je niet. Tjonge, is dat? Hoe wist dat? Dat hij eruit gaat ook als je gewoon gaat? Ik gooide mijn magneet uit en ik had meteen de fiets aan de haak. Oh. Ik heb ook nog mijn haak bij me. Oké. Dan raad ik hem nog verder mee uit. Zo. Nu ga je het is wel even werken. Ja, ik weet het. Oh, dat ligt niet lekker aan. Nou, dan hebben we weer de fiets. Nou ja, dat weet ik niet. Oh,